Een felle autobrand aan de Beemstraat donderdagavond. Een bestelbus van de sociale werkplaats Ergon ging volledig in vlammen op. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bussen die ernaast geparkeerd stonden. Ter plaatse zijn meerdere ooggetuigen gesproken van de brand. Ook werd er nog een persoon gecontroleerd door de politie. Dit jaar zijn al meer dan 100 auto's in brand gestoken in Eindhoven.